Vandaag met de preek getiteld Bent u blij? Ik wil graag Gods woord met u bestuderen. Iedereen, bent u blij? Waarom bent u blij? Als u naar kleine kinderen kijkt, kunt u ze blij maken met slechts één speeltje. Zelfs met een kleine teddybeer voelen zij de grootste vreugde alsof zij de hele wereld in hun handen hebben. Wat maakt ons, de hemelse kinderen, dan zo blij? Er staat geschreven in de profetie van de profeet Jezaja dat vreugde en het geluid van gezang nooit zullen ophouden in Sion. Wanneer wij naar deze woorden van profetie kijken, kunnen wij bevestigen dat Sion de plaats is waar vreugde en geluk altijd overvloeien. Wat zijn dan de elementen en bronnen van geluk in Sion? Wat maakt dat uw huis warm aanvoelt als u daarheen gaat? Er is dezelfde tv, dezelfde koelkast en hetzelfde meubilair. Het zijn niet deze dingen die ons echt gelukkig maken thuis. Wanneer u uw huis binnenkomt, voelt u deze plek leeft. De sfeer is hier warm. Wat maakt de sfeer in huis op dat moment warm en gezellig? Het belangrijkste element van een huis is de moeder. Het is omdat moeder thuis is. Zelfs als zij niets zegt, vult haar aanwezigheid alleen al het huis met warmte, geluk en liefde niet waar. Hierover hoorde ik dat wanneer onze Sion-familieleden in India naar de kerk komen, ze elkaar altijd vragen: bent u gelukkig? Het is een begroeting voor hen geworden. Iedereen, ik wil jullie ook vragen: bent u gelukkig? Bent u echt blij? Wij zijn blij omdat wij bij God zijn, binnenkort het koninkrijk der hemelen zullen binnengaan. Hemelse moeder met ons is. En wij samen kunnen aanbidden met onze geliefde broeders en zusters in Sion. Wat zijn wij blij? Wat moeten wij op de sabbadag doen met alle zorgen en problemen van de wereld? Wij moeten ze allemaal terzijde schuiven en vergeten. Laten wij vandaag alleen denken aan God, het Koninkrijk der Hemelen en Hemelse Moeder die met ons is. Ik hoop dat u zich zult onderdompelen in de woorden van waarheid die door God zijn gegeven en van de vreugde zult genieten die in Zijn Woord wordt gevonden, zodat vandaag een kostbare dag wordt. Naarmate het aantal leden in Sion toeneemt, kunnen er problemen ontstaan, net als thuis. Soms is er concurrentie tussen de kinderen, waarbij ze allemaal denken, van wie houdt mama meer? Om effectief met veel kinderen om te gaan, kan een moeder tegen het oudste kind zeggen, zorg goed voor jouw jongere broers en zussen en zorg ervoor dat iedereen in harmonie is. Echter, als ze dit zien, worden de jongere broers en zussen jaloers. Zij denken: Mam vindt alleen de oudere broer leuk. Zij vertelt alleen belangrijke dingen aan hem. Wij worden volledig buitengesloten. Er wordt gezegd dat kinderen zich over het algemeen zo voelen. Echter, iedereen, is dit echt hoe een moeder denkt? Er zijn hier veel moeders, en zo is het nooit. Zij houdt van iedereen evenveel, want er is geen vinger die geen pijn doet als er op gebeten wordt. Er was een beroemde president in Amerika genaamd Eisenhower. Hij was een held van de Tweede Wereldoorlog. Hij was de opperbevelhebber van de geallieerde expeditiemacht in Europa en diende later als de president van de Verenigde Staten. Hij was een van de zeven zonen. Mensen in de buurt en kennissen kwamen altijd naar zijn moeder en zeiden: Je hebt je zoon goed opgevoed. U moet heel gelukkig zijn. Mensen zouden zijn moeder stevast begroeten met: u moet vast heel blij zijn om zo'n fijne zoon te hebben grootgebracht. Elke keer antwoordde zij met hetzelfde antwoord. Over welke zoon heeft u het? De betekenis van haar woorden was, ik ben trots op al mijn zeven zonen en beschouw ze allemaal als opmerkelijk. Dus ik weet niet zeker naar welke u verwijst. Natuurlijk verwezen de mensen naar Eisenhower als een generaal of een president. Maar of hij een generaal of een president was, maakte haar niet uit. Zij bedoelde, hoewel hij mijn dierbare zoon is en ik trots op hem ben, ben ik trots op al mijn zeven zonen. Het was omdat elk van hen zijn eigen rol speelde en zijn leven goed leidde. Zelfs als er een zoon was die tekortschoot, hoe herinnerde zijn moeder hem? Zij herinnerde zich hem als een zoon op wie zij trots was. Iedereen, onze hemelse moeder, koestert en houdt van alle kinderen van Sion. De moeder van president Eisenhower lijkt een heel wijze vrouw te zijn. Telkens wanneer mensen om haar heen die vraag stelden, was haar antwoord altijd hetzelfde. U moet zo blij zijn dat u een geweldige zoon heeft. U moet vast heel trots zijn. Telkens wanneer mensen dit zeiden, zij zei zij, over welke zoon heeft u het? Het is een korte reactie, maar ik kan veel van haar karakter voelen in die ene zin. Nog hemelse moeder, nog hemelse vader koestert of houdt van het ene kind meer dan het andere. Zij vergoten hun bloed voor alle kinderen van Sion, hebben hard gewerkt, zetten al hun inspanningen in. En blijven zelfs nu onophoudelijk van ons houden. Dit mogen wij nooit vergeten. Dus onder de woorden die moeder ons altijd geeft, herinner ik me dat ze zei, jullie zijn mijn alles. Jullie zijn alles in mijn leven. Dit verwijst niet naar slechts één specifiek kind. Zij houdt van ons allemaal, alle leden van Sion. Het was niet alleen Eisenhower zelf, maar ook het kind dat uitblonk, het kind dat tekort kwam en het kind dat slechts 1% miste, dat zijn moeder trots en gelukkig maakte. Al Gods kinderen die naar Sion zijn gekomen, zijn een bron van trots voor hemelse moeder. Ieder van ons maakt haar trots, het ene lid door goed te zijn in prediken, een ander lid door goed te zijn in evangeliseren, en een ander door een leven van berouw te leiden nadat hij zijn zonde oprecht heeft erkend. De redenen waarom zij trots is lijken te variëren. Laten wij daarom vanaf dit moment alle kinderlijke gedachten opzij zetten. Moeten wij niet beseffen dat vader en moeder alle kinderen van Sion lief hebben en koesteren die in de hemel zondigden en naar deze aarde werden geworpen? In de Bijbel staat geschreven in het boek van Hosea: Wij zullen er naar jagen de Here te kennen. Wij moeten alles in het werk stellen om God te kennen. Zij die ouders zijn zullen het begrijpen. U houdt van al uw kinderen, eerste, tweede, derde en zelfs tiende, maar het lijkt erop dat de kinderen het niet zo zien. Mam houdt alleen van de oudere zus die het goed doet in haar studie. Mam houdt alleen van de oudere broer die een hoge positie bekleedt. Dat is nooit het geval. Geen enkele ouder houdt meer van het ene kind dan van het andere vanwege een hoge positie of goede studieresultaten. Ouders houden van al hun kinderen vanaf het moment dat zij geboren zijn. Daarom moet u vandaag de gedachte loslaten: ik heb het gevoel dat ik een beetje minder geliefd ben dan dat lid. Laten wij Gods liefde begrijpen door het boek van 1 Johannes hoofdstuk 4. 1 Johannes hoofdstuk 4. Laten wij eens kijken naar 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 7. 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 7. Geliefde, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons heeft lief gehad en Zijn zoon zond als verzoening voor onze zonde. Geliefde als God ons zo lief had. Wat moeten wij doen? Moeten ook wij elkaar lief hebben? Hemelse Vader en Hemelse Moeder houden constant van ons. Zij houden niet van slechts één lid. God vergoot zijn bloed aan het kruis voor iedereen. Als er tien vingers zijn, is er geen enkele vinger die God niet leuk vindt. Wanneer wij bedenken dat God ons allemaal nodig heeft, ons allemaal koestert en zijn genade aan ons allemaal schenkt, moeten wij altijd Gods liefde in onze harten omarmen en groeien en gekoesterd worden in die liefde. Wij zouden moeten denken, vader en moeder houden zoveel van ons dat zij naar deze aarde kwamen, gekleed in het vlees. Zij aarzelden niet om de last van het kruis te dragen voor onze zonde die wij, hemelse zondaars, hadden moeten dragen. Dan is het niet nodig om naar iets anders te kijken. Zij verlieten de glorie van de hemel en offerden hun leven voor ons. Ondanks de ontmoediging van het hele universum kwam God naar deze aarde. Hij had een engel kunnen sturen in zijn plaats, maar koos ervoor om zelf naar deze aarde te komen om een offer te zijn voor verzoening, zijn bloed voor ons te vergieten en alle beproevingen en lijden te verdragen die wij moesten doorstaan. Alleen al door dit feit zouden wij in staat moeten zijn te begrijpen hoeveel God van ons houdt en ons koestert. Nu moeten wij niet als kinderen blijven maar opgroeien tot volwassenen die vaders hart en moedersopoffering kunnen begrijpen, niet waar? Daarom staat er in het boek van 1 Johannes, hoofdstuk 4, vers 11: God heeft ons zo lief gehad en vermeld hoeveel God van ons hield. Laten wij er nog een keer naar kijken. Laten wij eens kijken naar vers 11. Geliefde, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Vers 15. Al wie beleidt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Er staat geschreven, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Het eerste, tweede, derde, vierde en tiende kind verblijven allemaal in Gods liefde. Net zoals er geen enkel kind is dat is uitgesloten van de liefde van hun ouders simpelweg, omdat zij hen niet vaak zien, moeten wij onthouden dat wij allemaal in Gods liefde zijn, toch? Laten wij eens kijken naar vers 19. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Wij moeten vandaag in gedachten houden dat onder Gods vele geboden, zoals de Sabbat en het Pascha, er ook het gebod is over broederlijke liefde. Wanneer wij naar Sion komen en iemand vraagt: Bent u gelukkig? Dan zouden wij niet alleen het gebruikelijke antwoord ja moeten geven. Laten wij eerder. Als de hemelse kinderen het gebod van liefde gegeven door God volledig in praktijk brengen en aan alle mensen van de wereld dezelfde liefde overbrengen die vader en moeder ons hebben geschonken. Ik hoop dat Gods kinderen zich zullen onderscheiden door liefde. Of zij nu thuis zijn met familie, in de kerk met andere leden of in de samenleving met anderen. Het is omdat liefde, zoals het bekend staat, van God komt. Dan is het hebben van een hart van liefde te alle tijden een levend bewijs dat God altijd met ons is, niet waar? Laten wij iedereen om ons heen met liefde behandelen, hemelse broeders en zusters, familieleden, collega's, vrienden en kennissen. Alleen dan kunnen wij van Sion de plek maken waar het echt als thuis voelt, met eten dat nog beter smaakt dan huisgemaakte maaltijden en een sfeer die warmer en aangenamer is dan die van de wereld. Is het niet omdat wij hier onze vader en moeder en geliefde broeders en zusters hebben? Alle kinderen van Sion moeten inderdaad met de dag groeien in de liefde van vader en moeder. Op deze manier heeft God onze getuigenis gegeven over liefde. Laten wij gaan naar het boek van 1 Korinthe hoofdstuk 13. Laten wij kijken naar 1 Korinthe hoofdstuk 13 vers 1. Hoofdstuk 13 vers 1 Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende symbaal zijn geworden. En al zou ik de gaven van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet. Wat ben ik? Dan was ik niets. Geloof zonder liefde of enige activiteit voor het evangelie dat wordt uitgevoerd zonder liefde wordt gezegd dat het zinloos is. Laten wij eens kijken naar vers 3. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De Bijbel zegt duidelijk dat wat gedaan wordt zonder liefde zinloos is. Laten wij eens kijken naar vers 4. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde prompt niet, zij doet niet gewichtig. Zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad. Zij verblijft zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. Laten wij eens kijken naar vers 8. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen te niet gedaan worden, wat talen betreft, zij zullen ophouden, wat kennis betreft, zij zal te niet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is te niet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind, maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Iedereen liefde zou moeten overstromen, vooral in Sion. Wij moeten attent en vergevingsgezind zijn naar elkaar toe. En de harten van vader en moeder zouden altijd aanwezig en voelbaar moeten zijn in Sion. Er wordt gezegd dat mensen gaan lijken op degene naar wie zij kijken. Mensen die van honkbal houden hebben ongetwijfeld een geweldige honkbalspeler als hun rolmodel. Mensen die van voetbal houden hebben een geweldige voetballer als hun rolmodel. Door hun technieken en sterke punten te observeren en ernaar te streven ze te beheersen, merken mensen dat ze zich ongemerkt op verschillende manieren ontwikkelen. Daarom wordt er gezegd dat iedereen gaat lijken op degene naar wie zij kijken en deze transformatie is een onderdeel van het menselijk leven. Daarom moeten wij altijd naar God kijken. Wanneer wij nadenken over het leven dat hemelse vader en hemelse moeder hebben geleefd en het pad van opoffering en lijden die zij voor ons hebben doorstaan, zou niet alles wat genoemd wordt in 1 Korinthe, hoofdstuk 13 natuurlijk vervuld worden in Sion? Wij kunnen ons altijd verheugen, voortdurend bidden, Dank geven in alle omstandigheden en rekening houden met elkaar. Wij zouden liefde moeten hebben zoals Abraham die zei: Als u voor links kiest, zal ik voor rechts kiezen. Als u voor rechts kiest, kies ik voor links. Ook al zat hij in een hogere positie, gaf hij toe aan zijn neef Lot en liet hem de eerste keuze hebben. God herinnert ons eraan dat dit de natuur is die wij zouden moeten belichamen in Sion. Het eeuwige koninkrijk der hemelen komt elke dag dichterbij. Er zijn oorlogen tussen Israël en Palestina en tussen Rusland en Oekraïne. Aardbevingen vinden hier en daar plaats samen met verschillende klimaatrampen. Wanneer wij de talloze gebeurtenissen om ons heen zien gebeuren. Voelt het steeds duidelijker dat de dag des oordeels wanneer God deze aarde zal oordelen zoals voorspeld in de Bijbel naderbij komt samen met het feit dat het koninkrijk der hemelen nadert Als wij allemaal zo voelen moeten wij dan ook niet de profetie vervullen dat er altijd vreugde en het geluid van gezang zal zijn in Sion en dan het koninkrijk der hemelen binnengaan om dit te bereiken moeten wij altijd onthouden wat voor soort plaats Sion is. Dit is ons huis waar vader en moeder zijn. En onze ouders aarzelden niet om de pijn en het lijden van het kruis voor ons te doorstaan. Dit is het huis van God. Als wij altijd dit begrip hebben, dan wanneer iemand vraagt. Bent u gelukkig? Zullen wij gemakkelijk kunnen antwoorden? Ja, dat ben ik. Hoort Sion niet altijd zo te zijn? Net als het verhaal van de moeder van president Eisenhower, geeft hemelse moeder geen liefde aan slechts één lid. Zij houdt van iedereen. Houd er alsjeblieft rekening mee dat zij iedereen evenveel en genereus lief heeft. Als iemand tegen Hemelse Moeder zegt, u moet heel trots zijn op het hebben van zo'n geweldige zoon, zal Hemelse Moeder zeker hetzelfde antwoord geven. Over welke zoon heeft u het? Ik ben trots op al mijn zonen. Naar welke verwijst u? Over welke dochter heeft u het? Ik ben trots op al mijn dochters. Laten wij vandaag opnieuw bedenken dat dit het hart is van onze Hemelse Vader en Hemelse Moeder. Onze Hemelse ouders kwamen naar deze aarde voor ons, herstelden de verloren waarheid voor ons en droegen gewillig de pijn van het kruis zonder aarzeling voor ons. De gratie van onze spirituele vader en spirituele moeder herinnerend, laten wij snel bekeren en een herboren leven leiden op deze aarde, zodat wij zeker kunnen terugkeren naar ons hemelse thuisland. In de hoop dat de sabbat van vandaag gevuld zal zijn met berouw, dankzegging en het geven van glorie en lof, zou ik de preek willen beëindigen. Hartelijk dank.